En welkom bij een nieuwe What to Read Wednesday. Wij zitten klaar met onze telefoons en dat betekent dat wij jullie gaan vertellen welke prachtige boeken uitkomen in de maand september. September is weer een volle maand. Het najaar is in zicht en dat voelen we wel op boekenvlak. Absoluut. Er komen namelijk heel veel boeken uit waar we enorm naar uitkijken. En het is echt moeilijk om ons te beperken tot 2x5. Ja. Er zijn er veel meer. Dus check zeker, lees mee met mij en Valerie's Boekenwereld voor de volledige lijst. Okay. Het najaar is inderdaad heel druk. Er komen heel veel boeken uit. En dat betekent dat wij toch ons best hebben gedaan om 2x5 boeken te kiezen. Het was moeilijk. Maar het zijn zo mooie boeken. Ja, het najaar is echt weer heel mooi. Laten we er maar gewoon aan beginnen. Hè? Zal ik beginnen? Of jij? Doe maar. Ja, ik zal beginnen. Take the lead. Ik begin eens. Het eerste boek is een boek waar wij allebei enorm hard naar uitkijken. Absoluut. Het is namelijk de nieuwe thriller van Maren Stoffels, Black Friday. En ja, Black Friday, dat is een soort feestdag eigenlijk. Of ja, feestdag. In Amerika is dat iets. Ja, het is heel huge. Waar heel veel, ja, op Black Friday gaan heel veel mensen dan shoppen. Want daar is dat echt crazy. En mensen lopen elkaar letterlijk omver. En staan daar al van 's nachts aan te schuiven aan winkeldeuren. En gewoon omdat er dan heel veel kortingen zijn. En heel veel producten aan spotprijzen worden verkocht. Hier in België en Nederland is het wel de laatste jaren aan het opkomen, maar vooral het is online. Wel echt nog niet crazy. Het leeft wel heel hard online. Ja, dat is waar. Maar dat verleert er weer. Ja, ik denk wel dat het daar iets mee te maken gaat hebben. Ik lees bewust de achterflattekst niet, omdat ik niet wil weten waarover het gaat. Waar het ook over gaat, het is de ervaring leert dat de thrills van Maren Stoffels altijd wel heel goed zijn. We hebben Escape Room gehad. We hebben Fright Night gehad en we hebben room service gehad. Ze heeft dan ook een contemporary uitgebracht over jongeren met een dwangstoornis. Ik moet dit doen. En nu is er weer een thriller, dus ik denk ja, dat wel goed gaat zijn. Ja. Toch? En ik denk zelfs dat hem 2 september verschijnt. Ja, echt. Yo. Eerst dat dit filmpje online komt, is hij er al. Ja, klopt. Dus wie weet is dat er nog uit. Jezus. Mijn eerste boek is een boek van een van mijn favoriete uitgevers, namelijk Hemley Books. Yay. Wij lezen allebei best wel veel boeken van Hemley Books. Ja. En ik wil het graag even hebben over Als dode dromen van Mel Hartman. Ik heb hem namelijk een hele tijd terug, echt al een hele tijd terug, in eerste versie mogen proeflezen voor Hemley. En er is ondertussen wel nog heel wat veranderd aan het verhaal, daar ben ik zeker van, want er waren nog wel wat details. Maar het is een super originele fantasy. Het gaat over April. April is het hoofdpersonage. En zij heeft de bijzondere gave dat ze met haar stem doden tot leven kan wekken. Maar af en toe gebeurt dat per ongeluk. En ze werkt in een mortuarium. Oei. Dus die gave, of vloek, komt niet zo heel goed van pas bij haar werk. En natuurlijk gebeurt er op een dag het onvermijdelijke. Ze brengt een dode terug tot leven. Ze woont eigenlijk, of het verhaal speelt zich eigenlijk af in de stad Ter. En in Ter, dat is eigenlijk de dromenwereld. Daar wonen mensen. Maar als je droomt, kom je ook terecht in de wereld van Ter. En de mensen die daar wonen, die proberen elke keer voor te zorgen dat de dromen een beetje in goede banen worden geleid. En die spelen ook mee in die dromen, maar proberen de droom ook niet te ondermijnen. Maar natuurlijk, als April per ongeluk een dode terug tot leven wekt, gaat het volledig mis in Ter. Dus, spanning alom. Een hele goede fantasy. Ook voor mensen die niet houden van fantasy is het heel toegankelijk. Ik was echt helemaal fan. En ik ben super benieuwd wat er van geworden is. Dus, Als dode dromen van Mel Hartman moet bovenaan op je wishlist staan. Ja. Ja, mijn volgende is eindelijk. Ja. Eindelijk is hij er. Een kleine novelle waar we enorm hard naar uitkeken. En al lang naar uitkeken. Ja, al sinds juni. En eindelijk gaat die dan in september verschijnen. Hoop ik. Hopen. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van corona blijft corona. Een beetje goed in het eten gooien voor sommige titels. Ja. Maar we hebben het dus over Grenzeloos van Marlies Slegers. De nieuwe Kluipman-novelle waar we echt enorm hard naar uitkijken. Want we hadden eigenlijk gehoopt dat hij zou verschenen zijn voor we de Kluipman-marathon hebben gedaan met alle novelles. Maar helaas was dat niet het geval. Toen dachten we hopelijk in juli, hopelijk in augustus. Maar nu is het momenteel voor september. En hopelijk blijft dat zo. En hopelijk blijft dat zo.
Waarschijnlijk gaat het zo'n boek zijn, als ik hem binnenkrijg, in één dag kun je die gewoon in één boek uitlezen. Heel dunne boekjes, maar altijd superleuk en superspannend. Goede thema's. Ja. Dus ja, top. Mijn tweede boek is ook een dunner boek. Het is eigenlijk een kinderboek. En het is van een van mijn favoriete auteurs. Kunnen jullie al raden? Het is namelijk het allereerste kinderboek van Lucinda Riley. Ze schrijft samen met haar zoon Harry Whittaker, Bram en het Droomengeltje. Ze schrijft dat ook volgens mij voor een goed doel, als ik het juist heb. En ik vind het eigenlijk super spannend dat ze naast de Zeven Zussen en alle andere losse verhalen die ze al geschreven heeft, nu ook een kinderboek gaat maken en samen met haar zoon. Dat vind ik wel schattig, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe het in elkaar gaat zitten en of we de stijl van Lucinda misschien toch een klein beetje kunnen herkennen in het kinderboek. Mijn derde boek is weer een thriller. Ja, we merken wel een beetje, het najaar begint eraan te komen. Dan ben ik altijd in de thriller mood. Ja, het wordt donker, de dagen worden korter. Halloween komt eraan. Ja. En ik weet niet heel veel over deze thriller, maar ik ga mij laten verrassen. Het is bij Best of Foyer. Ik weet gewoon dat Best of Foyer heel veel goede boeken uitgeeft. En het is namelijk Onvindbaar bij... Katie Taylor, ja. En de cover ziet er al... Spannend uit. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, mijn derde boek is ook een young adult thriller. Het is namelijk het nieuwste boek van Tom Pollock. Jullie kunnen Tom Pollock kennen van het boek Wit Konijn en Rode Wolf. Het verscheen bij Godmer en het heeft ook een aantal prijzen gewonnen, als ik me goed herinner. En nu verschijnt binnenkort zijn nieuwe young adult thriller en hij gaat Heartstream heten. Ook een heel toffe cover. Echt heel hard ingespeeld op de... leefwereld van jongeren, dus we will see. Ja. Mijn vierde is volgens mij weer een thriller-ish, spookish. Ja, het is zo spookish. Hè? Ja, boek van een auteur waar we het debuut alle twee van hebben gelezen. Ja, klopt. Namelijk Hilda Spruit, Verschijningen. Haar tweede boek komt uit bij uitgeverij Clavis. En jullie kennen haar uiteraard van Geestverwanten. Verschijningen is een tweede deel, maar is ook volledig los te lezen voor de mensen die Geestverwanten niet hebben gelezen. Ja, dus en Geestverwanten voor een debuut was echt... Dat was heel spannend. Echt heel spannend, echt een heel leuk boek. En ik ben dus heel benieuwd naar Verschijningen. Het lang verwachte nieuwe boek van Hilda Spruit eigenlijk. Dat klopt wel. We hebben er echt lang op moeten wachten, maar hij gaat er eindelijk komen. Klopt. En bij uitgeverij Clavis. Mijn vierde boek is ook opnieuw een auteur die... al bekend is van een ander boek. Het is een boek dat verschijnt bij ZNK, bij Zomer en Keuning. En jullie kennen de auteur van Alles is Nu. Weet dat niet zo? Welk boek? Van Amy Gilst. Alles is Nu. Zo'n beetje roze-paars. En in september verschijnt De Scherven. Alles is Nu werd heel goed ontvangen door bloggers en door lezers. Ik kreeg heel goede recensies, heel goede kritieken. En ik verwacht eigenlijk van De Scherven niks anders. Dus hoge verwachtingen. En dan zijn we alweer bij mijn laatste boek. Mijn laatste boek, daar kijk ik echt al enorm lang naar uit. Het is van onze favoriete uitgeverij, namelijk Hamley Books. En het is... lang verwachte boek van Monica Haak, oftewel My Perfect Book Life, hier op BookTube. En het heet Voor verdriet heeft niemand tijd. Het boek is wel eerder verschenen onder een andere titel. Ja. Dus jullie kunnen het uiteraard al gelezen hebben, maar er gaat een heruitgave komen bij Hamley Books. En ik heb het verhaal nog niet gelezen, dus ik ben echt heel benieuwd naar... En ik vind de titel echt... Ja. Chefskis. Dus ik ben heel benieuwd. En bij Blossom Books verschijnt, om af te sluiten, in september een... een nieuwe wereldklassieker. De mensen die een beetje fan zijn van wereldklassiekers weten dat Romeo en Julia, Frankenstein en Dr. Jekyll en Hyde eerder verschenen. En die weten ook dat in het najaar Dickens Kerstverhaal gaat verschijnen. Maar voordat het zover is, verschijnt in september een nieuwe wereldklassieker, namelijk de goddelijke komedie, Dante's goddelijke komedie, De Hel. Mensen die een beetje thuis zijn in de klassieke wereldliteratuur kennen natuurlijk het verhaal van Dante, is wereldklassieker al. Maar ik vind dat Blossom ze enorm mooi heruitgeeft. Met de stoffen kaft, met de goudfolies. Mm-hmm. En ze zien er echt uit zoals een klassieker eruit zou moeten zien. En ze staan zo mooi in de kast. Ja. Dus op mijn wishlist, Dante's goddelijke
comedy. Ja. Ik denk dat jullie zonder twijfel, ik denk dat niet, ik weet dat gewoon zeker, dat er meer dan genoeg boeken uitkomen in september om jullie boekenkast en wishlist vol te steken. We kunnen weer aardig wat lezen dit najaar. Amai. En zoals ik al zei, voor een volledige lijst met nog meer titels, check Lees mee met mij op Valerie's Boekenwereld en veel leesplezier. Ja. Dat gaat er niet aan ontbreken, daar ben ik heel zeker van. En tot volgende maand met nog een langere lijst, want oktober is coming. Dus pak het papiertje en een stilo. Ja. Het zal nodig zijn. Tot snel. Dag. Het zal echt nodig zijn. Het zal echt nodig zijn. Is weer een jeugdthriller. Mijn mail is september, oktober. Ja. Waarom niet? Oké. Okay.